Ik ben aangekomen in mijn hotel in Dordrecht. Mijn uitzicht, man. Dit. Mensen die mij kennen, die weten ik hou van hoogtes. Dit is hem. Dit is hem. Ik hou 11e etage. Hier wil ik elke ochtend wakker worden. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga het nu even kort houden. Ik ben net aangekomen in Dordrecht in mijn hotel. Het is 12:30 bijna, 's nachts. Ik ben vandaag eerst even mijn gewone dag begonnen, mijn gewone werkzaamheden gedaan. Ik ben naar Helpmans Pasta's geweest. Tot 9 uur heb ik daar besteed. Ik denk dat ik 9:30 ongeveer vertrokken ben. Dus net aangekomen hier. Waarom ben ik in Dordrecht? Ik heb morgenochtend heel vroeg heb ik lezing. En dat gebeurt ergens hier in de buurt. 5 minuten hier vandaan. Er is een studio waar ik moet zijn. En vanuit dat studio ga ik morgenochtend een lezing geven. En die wordt dan live uitgezonden. En dan gaan 200 kinderartsen en kinderartsen in de opleiding, geloof ik, gaan die lezing volgen. Mijn taak om 30 minuten lang een lezing te geven. Ik heb nog wel wat werk aan voorbereiding te doen. Dus ik denk dat ik tot 2:30 vannacht door ga werken. En dan om 7:00 ga ik opstaan. Om 8:00 komt mijn ontbijt hier. En om 8:30 vertrek ik naar het studio ergens hier in de buurt. Dus ja, ik heb er zin in. Ik ga nu eerst even een beetje werk verrichten. Het is, even kijken, bijna 9:05. Om 9:00 moet ik op locatie zijn. Ik kom een klein beetje te laat. Maar dat mag de pret niet bederven, denk ik. Gelukkig is het niet zo ver hier vandaan. Ik heb er zin in, ik vind het spannend. Het is alweer een tijd geleden dat ik een lezing heb gegeven. Corona zit niet echt mee. Alle boekingen die ik had zo'n beetje waren geannuleerd. Dus voor voorbedacht dan was dat best wel een klap. Maar goed. Ja, de 2-3 lezingen konden we wel doorgaan van een stuk of 12 of zo, 13. Ja, dat is best wel shit. Ik heb net een ontbijtje gehad. Spullen zijn ingepakt. Ik ben klaar om te vertrekken. Let's go. Doei doei, mooi uitzicht. Doei doei, mooie kamer. Misschien tot ooit. Wil ik weggaan, kom ik erachter dat ik mijn sleutels niet heb. Ik kan niet weg. Autosleutel zit eraan, huissleutel zit eraan, zaagsleutel zit eraan, kantoorsleutel zit eraan. Ik kan mijn sleutels niet vinden, dus even terug naar de kamer kijken of die daar is. Ik hoop het. Gevonden. Ik zat helemaal in stress. Ik dacht, misschien ben ik hem bij binnenkomst ergens kwijtgeraakt of zo, maar ik heb ze. Heb nu wel wat extra vertraging opgelopen, maar ja, ik heb een goede verklaring. We zijn dus in de studio. We gaan zo meteen live. En hier ga ik staan dus. Ga ik een verhaaltje doen van een minuutje of 20. Daarna krijg ik wat vragen van iemand daar. En dan was dat het. Super vet studio. Ja, dit is wel chill. Nieuwe ervaring. 10:50. De lezing is net klaar. En super leuke reacties ontvangen van mensen. Ze lieten mij net reacties in de chats lezen. Ja, ik kreeg echt heel veel vragen trouwens. Dat was heel goed uit het publiek. Ja, ze lieten me even in de chats lezen wat mensen allemaal aan het schrijven waren over mijn lezing. Dat mensen echt gewoon enthousiast waren. Bedankt George dat ze zulke vragen kunnen stellen. Fijn. En, nou, allemaal super leuke reacties.
Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt voor deze leuke ervaring. Ik vond het super tof om dit te doen. Ik ga nu terug naar Groningen heel snel. Let's go!